Stefan Labelle vertrekt komende woensdag voor een voettocht van het zuidelijkste puntje van Europa naar het noordelijkste puntje van Europa. De net vers afgestudeerde student communicatie uit Groningen gaat 6000 kilometer lopen om geld in te zamelen voor het Kika Kinderkankerfonds. De tocht start in Cape Tarifa, Spanje en eindigt ongeveer een jaar later op de Noordkaap in Noorwegen. Nou, mijn doel was 20.000 euro. Ik zit nu op ongeveer 17.000 euro als ik het uitloop. Dus ik denk dat ik dat doel wel ga halen. Maar ja, meer geld is altijd beter. Hoe meer ik kan schenken, hoe leuker het wordt. Dus als ik 25.000 of 30.000 euro haal, dan zal ik niet klagen in ieder geval. Dus er mag nog altijd gestort worden, het hele jaar door. De voettocht door Europa zal ongeveer een jaar in beslag nemen. Afgelopen vrijdag was de laatste inzamelingsronde voordat de barre tocht gaat beginnen. Ik wilde gewoon een gekke uitdaging voor mezelf creëren die wel realiseerbaar was. Want je kan zoveel gekke dingen verzinnen in je hoofd, maar de meeste van die dingen die komen als niet realiseerbaar uiteindelijk uit de bus. En nou ja, lopen van A naar B, als je maar genoeg tijd en doorzettingsvermogen hebt, dan moet dat gewoon lukken. Stefan heeft al een flink bedrag opgehaald en hoopt natuurlijk veel meer op te halen voor Kika. Die kinderen hebben nog helemaal geen kans op een normaal leven gehad. En ik hoop gewoon dat dat geld dat ik ook bijdraag aan Kika, dat het bij een onderzoek dus zal helpen tegen de genezing van kinderkanker. Stefans voettocht is te volgen op www.crossingeurope.nl.